kom hier op donderdag en op dinsdag. En dan ben ik daar heel de dag. Op de moestuin proberen we mensen een veilige plek te geven, een gezellige werkplek. En we zoeken eigenlijk altijd met iedereen, wat kun je en wat vind je leuk om te doen. En wat ik zelf ook heel leuk vind is het lof, wat we dus van de groenten afhouden. Dat gaat in een kruiwagen en dat brengen we naar de kinderboerderij, die staan aan de overkant, dat is vlakbij. Als je een lange tijd niks hebt kunnen doen en niet hebt kunnen participeren in de samenleving, ja, dan is het ook wel heel fijn als het gewoon prettig en gezellig is. Maar vooral ook dat je er zelf energie van krijgt en dat je de andere dag denkt, hey, ik wil wel weer. Heel lang heb ik thuis gezeten. Dan is het wel even wennen dat je weer 's ochtends vroeg op moet staan en zo. Je hebt wel een kleine die naar school moet, maar daarna kon je weer lekker naar huis, lekker je bed in. En dat is nou, dat merk ik nu wel dat dat heel anders is en wel heel fijn om toch een structuur in je leven te hebben. Doordat ik geen werk heb, ja, dan heb je ook wel eens een hele dag dat je niemand spreekt of ziet. Dus dat is toch wel even fijn als je onder de mensen kan zijn. We hebben werkzaamheden in de kas, we hebben werkzaamheden op de tuin. We hebben werkzaamheden in het winkeltje en we hebben een huisje waar mensen koffie kunnen komen drinken. Dus ja, er zijn zoveel mogelijkheden en ja, heel gezellig. Dus ik zou zeker zeggen, als je thuis zit en je verveelt je, probeer het eens.